De Rotaract Club Genesis is vanmorgen gestart met de uitvoering van een project getiteld Permablitz with Genesis, Creating Sustainable Backyards with Orphanages. De doelstelling van het project is het realiseren van een ecosysteem voor respectievelijk 3 kindertehuizen, te weten Zeiland Internaat, Ramot Internaat en Saron. De Rotaract Club Genesis is een organisatie bestaande uit jonge mannen en vrouwen die leiderschap en verantwoordelijke burgerschap stimuleert. Deze club wil met dit project de kinderen aanleren hoe ze hun eigen groentetuin op de meest efficiënte manier kunnen aanleggen. De kinderen van het Zeiland Internaat De Zorg en Hoop zijn vanmorgen begonnen met de uitvoering van dit project. De Rotaract Club Genesis geeft aan dat het aanleggen van een groentetuin economische en educatieve aspecten heeft.